Heel leuk dat Windesheim ons allemaal zo kennis laat maken met school. Heel warm welkom. Wat zag jij doen? Ik zie wat op je sjerp staan. Logopedie. Gezondheidszorg. Promo. Iedereen. Logopedie. Stop. Het ziet er wel heel gezellig uit al. Kennen jullie elkaar hiervoor? Of is dit de eerste keer dat jullie elkaar ontmoeten? Het is de eerste keer dat we elkaar ontmoeten. Het lijkt eigenlijk niet de eerste keer, maar we zijn wel allemaal voor het eerst hier bij elkaar. Wat zijn jullie hier aan het doen? Bierpongen. Wat houdt dat in voor de niet-studenten? Dat betekent dat je een balletje in een van de bier moet gooien en als hij erin zit, moet je hem helemaal opdrinken, maar het gaat niet zo goed als zoals je kan zien. Dus hoeveel biertje heb je al op? 2 toch? 2, volgens mij 2. Hoe vind je het hier? Ik vind het echt heel gezellig. Je bent al een beetje schor, of niet? Ja, mijn stem is zoek. Hoe kan dat? Ja, die ligt in mijn tent. Wat zeg je? Die ligt in mijn tent. Like yes. De sfeer zit er al lekker in, hè, bij jullie? Ja, zeker. Zeker wel. Zijn jullie de hele week al bezig? Ja, wij twee wel, ja. We zijn van de introweek in Almere, van alle studentenverenigingen. Zodat we elke studenten los krijgen om lekker te studeren, lekker ervoor te gaan en lekker te enthousiasmeren. En daarom zijn wij hier. Rien Komen, directeur van Windesheim Flevoland. Het is een aardig feestje, hè, op de achtergrond. Ja, het is een heel mooi feestje. We doen dit van het eerst dit jaar om alle eerstejaars welkom te heten. En we hebben samen met het centrum, met de ondernemers, hebben we er een mooi feestje van gemaakt. Sommige mensen zullen een beetje in verwarring zijn misschien, want eerder deze week ging ook al de introductieweek van start om elkaar te leren kennen. Wat is dat verschil tussen vandaag en die introductieweek? Ja, ik snap heel goed dat daar een... Misschien dat het verwarrend kan werken. De introweek is al een traditie van 10 jaar. Dat doet de Stichting Introductie, voortgekomen uit de studentenvereniging. Die doet dat al 1 jaar of 10 met ongeveer 150 studenten. Dat is ongeveer de capaciteit die ze altijd aankonden. Maar wij vinden het belangrijk dat al die eerstejaars, dus in dit geval 1600, want we zijn langzamerhand gegroeid natuurlijk in die jaren, van 400 eerstejaars naar nu 1600 eerstejaars. Wij vinden het van belang dat al die eerstejaars die ervaring hebben. Dus we hebben nu nog een introweek voor een kleine groep. Op donderdag is deze groep erbij gekomen en langzamerhand willen we dat uitbouwen de komende jaren naar een introweek voor al die eerstejaars. En wat betekent dat dan voor volgend jaar? Hebben jullie daar al over nagedacht? Nou, ik denk dat het voor volgend jaar betekent dat alle eerstejaars weer meedoen met zo'n event zoals dit. Maar dat we bijvoorbeeld 2 dagen lang alle eerstejaars betrekken bij die introweek. En dat langzamerhand uitbouwen tot een 4-daagse introweek voor alle 1500 en misschien in de toekomst wel 2000 eerstejaarsstudenten van Windesheim Flevoland. Maar natuurlijk ook van die andere mooie hogeschool die hierachter staat, de Eres Hogeschool. Zodat je dat samen met het hele hoger onderwijs hier in Almere doet.